Ik zie wat gelukkige blikken, gelukkig. Het woord is aan mevrouw Westerveld. Dank, voorzitter. En voorzitter, namens mevrouw Bikker, Simons, Kundekam, Van der Plas, Van Est en Haan, de heer Stoffer en de heer Kuzu en mezelf natuurlijk, diende ik op 16 september een motie in. Met het voorstel om de persconferentie pas te houden na het Kamerdebat. Want daarmee voorkomen dat het kabinet beslist op basis van stukken die de Kamer nog niet heeft ontvangen. Of dat plannen alvast worden gelekt naar de media om de sfeer in het land te proeven. Maar helaas haalde deze motie toen net geen meerderheid. En voorzitter, het politieke besluitvormingsproces is al 20 maanden hetzelfde. En in het begin van de crisis kon dit op begrip rekenen van de Kamer. Maar het geduld is bij mijn fractie, bij GroenLinks, wel op. Want ook al doet het demissionair kabinet alsof ze altijd de experts volgen, alsof ze haast technocratische besluiten nemen, feitelijk maakt het demissionair kabinet voortdurend politieke keuzes. Want het is een politieke keuze om te sturen op de zorgcapaciteit in plaats van op besmettingscijfers. Het is een politieke keuze om in september sneller te versoepelen dan het OMT verantwoord achtte. En het is ook een politieke keuze of het kabinet wel of geen 2G-maatregel invoert. En bij politieke keuzes moet de Kamer inzage hebben in de effectiviteit, in de proportionaliteit. Moet de Kamer kunnen controleren of zorgvuldig wordt omgegaan met onze grondwettelijke rechten en plichten. En juist in een crisis moet dat democratische proces op orde zijn. Juist in een crisis. En voorzitter, ik zeg u eerlijk, ik ben boos over de gang van zaken. Want het besluitvormingsproces over het coronabeleid, dat is gewoon stuk. En ik geef een voorbeeld. Vorige week verscheen een pushbericht van de NOS. Het OMT zou 2G adviseren en ook demissionair minister De Jonge herhaalde dit. Maar wat blijkt? Het kabinet heeft 2G op tafel gelegd, niet het OMT. Zo blijkt uit de brief die we later lazen. En de heer Van Dissel bevestigde dit gisteren tijdens de technische briefing. Hij stelde 2G is een politiek besluit. 2G is een overweging, geen advies van het OMT. En over politieke afwegingen gesproken van de 2G-maatregel, daar vinden we ook iets van. Want een burgemeester in onze hoofdstad deed afgelopen weekend een wijs pleidooi over verdraagzaamheid. Samen zouden we corona onder controle krijgen. En wanneer we nu mensen moeten uitsluiten van het politiek, van het publieke leven op basis van de vaccinatiestatus, dan moet daar een waanzinnig goede onderbouwing aan ten grondslag liggen. Want dit is de meest ingrijpende maatregel die op tafel ligt. En daar ga je niet lichtzinnig mee om. En voorzitter, de onrust in de samenleving zit overal, ongeacht vaccinatiestatus. En het is ook niet of 2G of de gehele winter een strenge lockdown. Dat is een valse tegenstelling, want er zijn wel alternatieven. En voorzitter, vorig jaar rond deze tijd diende mijn fractie een uitgewerkt plan in over wat nu 1G-beleid is gaan heten. En wij presenteerden een plan om alle Nederlanders op te roepen om zich 2 weken te laten testen. Daarmee wordt het virus opgespoord, maar ook ingedampt. En vervolgens wilden wij met testen voor toegang weer meer mogelijk maken. Maar met die koers en eigenlijk met alle voorstellen die we de afgelopen tijd hebben gedaan over testen, over dat laagdrempelig mogelijk maken, is veel te weinig gebeurd. Terwijl die koers wel bewezen effectief is. En voor GroenLinks is het duidelijk dat 1G-beleid dat moet ook op tafel liggen. En voorzitter, mijn vraag aan het kabinet. Waarom komt het OMT vrijdag pas bijeen om te adviseren over 2G? Waarom heeft al die tijd 1G niet op tafel gelegen? Kunt u garanderen dat er geen politieke druk op het OMT wordt uitgevoerd? Nemen zij ook het gevaar van schijnveiligheid bij 2G mee in de analyse? En bent u van op de hoogte dat omringende landen een lagere vaccinatiegraad hebben met hogere besmettingen, maar dat de zorg daar wel aan kan omdat ze simpelweg meer zorgbuffer hebben? En hoe zorgen we ervoor dat mensen die de zorg hebben verlaten, dat zij weer terugkomen? En hoe kijkt het kabinet terug op de besluitvorming in september? Is daar iets van geleerd? Want het virus is niet grillig, het kabinet is hardleers. En voorzitter, tot slot, want ik merk aan alle reacties die ik krijg en die ongetwijfeld de collega's hier in de Kamer ook krijgen, dat het vertrouwen bij mensen weg is. En onder al die boze mails, daar gaat onmacht schuil, daar gaat angst schuil. En dat komt door bangmakerij, ook door nepnieuws dat wordt verspreid, helaas ook door partijen in de Kamer. Maar het komt ook door het besluitvormingsproces. Dat niet altijd transparant is, dat niet altijd open is. En dat mag het kabinet zich aantrekken, dat moet echt anders. En voorzitter, ik rond af met een laatste hartekreet. En die gaat over vuurwerk. Want we weten dat vuurwerk voor schade zorgt bij mens en dier. Maar laten we komende oud en nieuw ook opnieuw geen vuurwerk afsteken, zodat we onze hulpverleners een klein beetje op die dag en de dagen daaromheen kunnen ontlasten.
Dank u wel, mevrouw Westerveld. Dan schors ik de vergadering voor een enkel moment. En dan gaan we daarna verder met mevrouw Van Es van de Partij voor de Dieren.